Vandaag bevinden wij ons hier op de proefvelden van PC Fruit. PC Fruit onderzoeksstation binnen de fruiteelt, heel breed en in feite een station wereldberoemd in de context van de fruiteelt. We zijn heel verheugd u vandaag ons eerste biologische product voor te stellen voor de bestrijding van wetziekten en aardbei. Synhenta doet enorm veel onderzoek dus naar biologische gewasbescherming en diverse de steelten. Vandaag wil ik jullie kennis laten maken met ons eerste biologisch gewasbeschermingsproduct, namelijk Tegro, in de strijd tegen wetziekte en aardbei. Ik nodig jullie uit om samen de proef te bezoeken. Dus hier zijn we bij een onbehandeld object in de proef. Hier zie je onmiddellijk dus het schimmelpluis dus van de wetziekte. De dus wetziekte slaat dus voornamelijk toe in aardbeien, dat is niet volledig het seizoen, maar like in het najaar, de nazomer, de herfstperiode, Wanneer de dagen korter worden, langer bladnatperiodes in combinatie overdag met, met die warmte. De proef zelf bestaat dus uit 12 verschillende objecten. Telkens hebben we in eh, drie herhalingen hebben we hier, dus eigenlijk drie rijen. Dus een onbehandelde, dan ook een object puur een chemisch gewasbeschermingsschema, dus de basis toppas. Daarnaast hebben we dan de chemie afgebouwd. En de chemie aangevuld met de biologische gewasbescherming, dus Tegro. Tegro hebben we dan ook. Dus solo genomen, maar ook hulpstoffen zoals een uitvluur, biostimulanten of een ander biologisch wasbeschermingsproduct genomen in combinatie met die Tegro. Dus zoals je ziet, de blaadjes zijn vrij van wetziekte. Dat is eigenlijk een heel mooi object. Dat is een object behandeld met Tegro. Tegro toegepast, dus na. Een chemische gewasbescherming met topa's, maar je ziet dus in feite al een heel mooie aanvulling van Tegro in een gereduceerd chemisch schema. Tegro, en dat is van heel groot belang, de werkwijze van Tegro. Tegro verspuit je, dus over het blad. Je maakt dat je zo'n mooi, mooie verdeling krijgt van het product op het blad, omdat. De hoofdzaak van werking is in feite kolonisatie. Daarmee bedoel ik, als de Tegro het bladoppervlak volledig inneemt, dan is er geen plaats meer voor de wetziekte. Wanneer je het vergelijkt, je hebt dus gewoon, ik zeg een lokaal, met tien stoelen en die tien stoelen worden ingenomen door Tegro, dan kan die wetziekte die stoelen niet meer innemen. En dat is in feite de achterliggende gedachte: een heel goede verdeling, kolonisatie van het product, zodat de wetziekte niet kan toeslaan. Dus de proef is afgelopen. Dus we hebben onze bevindingen in tabelvorm, dus onder vorm van werkingspercentages. We zien wanneer we een gereduceerd chemisch programma gebruiken, dat de Tegro als aanvulling in een gereduceerd chemisch gewasbeschermingsprogramma. Een heel grote meerwaarde heeft. Vandaar ons advies, dus naar arbeidtelers in de context van minder chemie, ook in functie dus van minder residu, kunnen we toch wel stellen dat Tegro als aanvulling op de chemie een hele goede plaats vindt. Zijn er nog vragen, mag je altijd contact nemen dus met mij per e-mail of per mobielefoon.